ruime voorsprong voor Marieke Tienstra in baan nummer 1-1-0-6-11 na de eerste 100 meter. Op naar het laatste keerpunt voor Tienstra in baan nummer 4. 1-41-83 is de tijd die zij daar noteert. En dan zo hier de laatste meters zwemmen. De snelste tijd tot nu toe is 2:17:85 van Indy Jongman. Zonneke Koper Tienstra is 2:14:04. En dan zit ze wat boven in 2:17:73. Tweede tijd is er voor Carlijn Hanstee in 2:23:56. En de derde tijd voor Ariane Koyinga 2:26:01. Zo komen de dames hier naar de muur. Wacht op de officiële uitslag van serie 3 en die verschijnt hier in beeld. Dan gaan we door naar de summary. De snelste 10 zwemmers die we terugzien in de finale. En u ziet de uitslagen natuurlijk allemaal.